Hallo en welkom. Tijdens deze oefening wil ik je uitleg geven over het reinigen van chakra's en het feit dat negativiteit zich ophoopt in je geestelijk lichaam en je daardoor als het ware in die negativiteit doorgaan. Als je voor jezelf weet hoe jij in die negativiteit jezelf kunt reinigen vanuit je chakra's. En je weet in welk chakra welke negatieve ladingen zich verkeren, dan kun je je ook focussen op het positieve van een mooie healing of van een goede healing. En laten we beginnen bij het stuiveling chakra. Je kunt een chakra zien als een bloem die opengaat. En tijdens het opengaan van die bloem ontstaan er in die bloem cirkels. Dat kun je vergelijken als een meer waar water in is. En als we kijken naar de symbolen van de chakra's, de tekeningen waar de yantra's in zijn opgenomen, dan zien we dat ieder yantra ook een andere betekenis heeft op dat chakra. Nu op het moment dat jij vanuit het stuitbeenchakra weet dat veel negatieve energieën in jouw grondingservaring en over jouw zeg maar aardeervaring mislopen, dat je niet gegrond kunt zijn of dat je niet geaard bent en dat je moeite hebt met de verbinding naar hogere liefdesenergieën waarvan je denkt van ja, ik wil het eigenlijk wel, maar ik vind het zo moeilijk, dan heeft dat ook te maken met de negatieve ervaringen die je daar hebt opgedaan. En die negatieve energie rond die ervaringen, die gaan zich nestelen bij dat stuitbeenchakra. En in dat zeg maar, in die opengaande bloem en dat soort meervormige effect komt dan allerlei troebel in dat chakra, in dat meer. En vertroebeld water zorgt ervoor dat je dan niet kunt doorstromen. En zo is dat bij het Muladhara chakra en bij ook alle andere chakra's, het zeven in de basis. In het energiechakra, daar verkeren onze netwerken. En onze contacten, hoe gaan we daarmee om? En hoe voorzien we elkaar van positieve gedachten en goede ervaringen in deze? Teleurstellingen in die netwerken en de positieve contacten, dat maakt dat je daarin niet verder komt in weer meer contacten, omdat je die negatieve ervaringen, daar de negatieve energieën weer van, ook in dat chakra gaan huizen. En ook hier geldt dat door die negatieve energie rond dat chakra, je dan ook in je vervolgcontacten dat weer meeneemt, tenzij je daar gaat werken. Bij de
zonnevlecht gaat het over onze liefdescontacten. En alle negatieve ervaringen rond onze liefdescontacten hopen zich daarop en krijgen niet direct een kans om op te lossen, om te gaan en het chakra te reinigen. Bij ons hartchakra, daar verkeren alle bloedsequences, ook vanuit vorige levens die in het etherische systeem zijn meegevoerd. Dus ook hier geldt dat het hartchakra die negatieve energieën daar voedt. Maar laat het los, verfrist het, kan het verder. Bij de keelchakra gaat het dan ook vaak om: wat gaat er fout in contacten? En wat doe ik fout waarin ik zelf zo bang ben? Omdat ik voor mezelf misschien zoveel negatieve emoties bewaar, vasthoud, waardoor ik niet kan stromen. En al die negatieve energieën van personen en ervaringen, die hopen zich in dat keelchakra op. En ook hier geldt dat die negativiteit daar blijft zitten. En bij het derde oogchakra gaat het dan vaak over het niet willen laten zien. Een ander wil niet dat jij het ziet. Wacht even. Als jij dat ziet, ja, dat mag niet. Dat kan niet. Ik wil niet dat je dat ziet. Dan kom je verder. Mensen die ik gun dat je verder komt. Nee, maar ja, maar ik wil niet dat jij verder komt. Dus ik zal er ook van alles aan doen dat jij dat niet ziet. En alle negatieve ervaringen daaromtrent komen hierin weer terug naar voren. Het is je derde oogchakra vertroebeld. Zo ook de kruin. Je kruinchakra heeft te maken met je goddelijke gezondheid, je goddelijke verbindingskanaal. En de kruinchakra, als je het hebt over gezondheid en deze of gene zegt: ach ja joh, daar heb je hem of haar weer met dat gedeuns over je gezondheid, houd erop. Wil ik toch niks mee te maken hebben? Al dit soort van opmerkingen en toestanden, die kunnen zich ophopen bij je kruinchakra. Op het moment dat jij weet dat het zich daar kan verkeren en dergelijke opmerkingen worden gemaakt, dan kun je op je kruinchakra concentreren. Je kunt een algehele healing nemen, je kunt een per chakra healing nemen, of je chanten op de chakra's, dan ga je voor jezelf in ieder geval beseffen dat je ongeveer weet waar dat die negatieve trillingen zich nestelen. En is dat die negatieve trillingen zich nestelen om in jou daarin dat stuk van goed voor jezelf kunnen zijn blokkeren? Dat ben je niet waard. Dat heb je ook niet nodig. Deze uitlegvideo die geef ik naar aanleiding van een vooraf opgenomen sessie waarin ik uitleg geef over blokkadepunten opheffen en anders met jezelf om leren gaan, en dit ten opzichte van jouw chakra's, omdat ik de opmerking maakte dat negativiteit in je geestelijk lichaam zich ophoopt, waardoor
blokkadepunten op je chakra-stelsel zich vergroten, waarin jij geblokkeerd wordt om door je chakra-stelsel goed te kunnen ademen. Bedankt voor het luisteren naar deze opname. Bye bye, dit was Mark. Bye bye for now.